NDP-parlementariër Annie Saddi heeft verduidelijking aan de regering gevraagd over de tegemoetkoming aan senioren burgers zonder een pensioen. Eerder dit jaar heeft de regering laten weten dat het haar voornemen is om in het kader van het sociaal vangnet sociaal zwakke seniorenburgers extra steun van 1000 SRD te zullen geven. Saddi merkte op dat alles in het land duur wordt en seniorenburgers geen zicht hebben wanneer zij deze extra tegemoetkoming zullen krijgen. Aansluitend hierop heb ik toch een vraag aan de regering. En dat geldt natuurlijk voor de AOV'ers. Alleen AOV'ers, die toebeloofde 1000 SRD is nog steeds niet in uitvoering. Als dan wordt gezegd, subsidie is reeds ingezet voor eerste levensbehoeften. In de praktijk is dat echt niet merkbaar, voorzitter. Dus deze vraag aan de regering. Bij het samenstellen van de bulletin was de regering nog niet ingegaan op deze kwestie. Het ligt in de bedoeling dat de regering vandaag ingaat op enkele zaken die betrekking hebben op de samenleving.